Luc, ja, Kink. Het ging er net al even over, hè, voor de break. Commissie stiekem. En er wordt natuurlijk niet gespeculeerd en zo. Maar het houdt mij toch wel de hele tijd bezig. Net zoals heel veel andere mensen, denk ik, in Nederland. En je wil toch wel weten wie dan zijn mondje uiteindelijk voorbij heeft gepraat. En ik laat mij in dit soort hele lastige gevallen altijd bijpraten door mijn eigen denktank. En die bestaat uit Sophie, Mees en Rua. En ja, dat zijn kinderen, dat weet ik ook wel. Alleen, zij weten gewoon altijd net iets meer. Denken jullie dat deze meneer een klikspaan kan zijn? Nee. Hij ziet er best wel serieus uit. Deze meneer, zou dit ook een klikspaan kunnen zijn? Want we zoeken er meerdere. Nee. Deze niet. Wat vriendelijk. Oké, meisjes kunnen ook klikspanen zijn, hè? Deze mevrouw, zou dit een klikspaan kunnen zijn? Nee, eigenlijk als niet. Denken jullie dat deze meneer een klikspaan zou kunnen zijn? Ja. Ja. Een beetje een raar gezicht. Oké. Okay. Ja, een misvormd gezicht. Een misvormd gezicht. Mijn eerste gedachte was gelijk het antwoord. En ik dacht eerst aan, het is een klikspaan. Dus. Ja, het zijn niet mijn woorden. Dus eerste reactie graag aan tafel. Ja? De kinderen? Wauke denkt, goed. Nee. Nou, het is volgens mij is het Gert-Jan Segers of zo. Ja, het lijkt wel, maar... Het is een combi. Zo kom je van Gert-Jan en Diederik. Diederik, ja. Goed, we gaan door en dat doen we met Marco Borsato. Want Marco Borsato die komt binnenkort met een nieuw album. Evenwicht gaat het ding heten. En wij mogen al de aankomende dagen een beetje mensen laten kennismaken met de nieuwe muziek van Marco. En dat deden we als volgt. Waarom dans je niet? Luisteren we nu. Intro. Ik vind het wel echt een Marco Borsato liedje. Het is echt een Marco Borsato liedje, ja. Ja, een mooie boodschap zit er wel bij. Ben ik haar zo weer kwijt? Waarom dans je niet met mij? Sta ik hier aan de kant? Die uitgaat met een vrouw en dat ze niet met hem danst, maar met andere mannen. Dat zou ik wel willen, ja. Ja, tuurlijk. Het vanavond zeker. Nog. Ja toch? Kom maar hier. Hoi. Ja. Nou super joh. Ja, vond je het leuk? Echt heel leuk. Nou wat super. Daar komt gewoon een fotootje maken. Hou me goed vast. Ja. We moeten dicht bij elkaar zitten. Ik druk op deze knop. Ja, hele goede foto. Uiteindelijk is dat gewoon het nummer wat je hoorde was Waarom dans je niet met mij? En die staat vanaf vanavond online. Kun je vinden op Spotify, iTunes en Vivo en zo. Ik zal hem zo even delen. Dus een nieuwe plaat van Marco Borsato. Dan even iets anders. Jij kent mij. Ik ben natuurlijk de hele dag door ontzettend druk altijd met beautyproducten en schoonheidsproducten. Dat is echt mijn dingetje. En ik volg ook heel veel beautyblogs. En nu is er eentje van Tracy Kiss. En Tracy Kiss is een vrouw en die heeft nogal opmerkelijke beautyproducten. I use the Semen Facial to look after my skin, to rejuvenate it, give it some freshness, make it feel more acceptable to put makeup on top. What? It's a men's product. Ja. Ze gaat het hele internet over inmiddels met dit filmpje. Meer dan 100.000 mensen hebben het inmiddels al gezien. En iedereen heeft er wel een mening over. Eén voordeel, zit geen suiker in. Dat is dan wel weer goed natuurlijk. Maar voor de rest is het gewoon... Ja, precies. Yes. Het is een natuurproduct. Ja. En Elina, de vraag is, wie melkt ze? Ja, nou, hoe ze eraan komt wil je weten? Ja. Hij heeft een mannetje voor. So my friend harvests them in his own time. It's something that he would do naturally on a daily basis anyway, as I think most guys do or would do, given half the chance. I'm not involved in the semen extraction. I simply receive it in a tub. He brings that to me and I try to use it as quickly as possible so it's as fresh. Ja. En dan zeggen ze dat vrouwen geen mannen meer nodig hebben. Goed. Virus van vandaag. En ik begin met een wereldrecord. Het is namelijk Guinness World Records Day. Kijk mee naar deze hond. The thrill-seeking pup in Peru took to his skateboard and sped through the legs of 30 people to successfully break the record.
The four-year-old animal also shows his skills by cleverly shifting his weight on the board to navigate his way through the curvy obstacle course so that he doesn't bump into anyone's legs. Ja, hij heeft het wereldrecord 30 mensen dus gehaald. Hartstikke goed van hem. Nog heel even, één keer, nog één keer die kat. Ja, tuurlijk. Ja, het blijft leuk, dat is ook al zo. Alleen het leuke is dat er nu een remix van is gemaakt. Ah, tof. En wat geinig is, vandaag is er een nieuw filmpje verschenen. En daarin blijkt dus dat je dit trucje ook kan doen met mensen. Doe dat ook met je collega's, stel ik voor. Nog twee korte filmpjes, Umberto. Ik heb een recordpoging. Het is per slot van rekening Guinness World Records Day. Dit meisje doet de recordpoging backflips. Och jee. Och jee. Okay. En goed nieuws, de eerste beelden van het nieuwe seizoen van Dance, Dance, Dance zijn opgedoken. En dit keer doet het malle achterneesje van Umberto mee. 5, 6, 7, and 1, 2, 3. Ja, die eet alleen maar knorsoepjes. Lucky Kink!